Yo kijkers van Monsters Eye, welkom bij even een kort vlogje tussendoor. Namelijk over mijn computer. Gezellig. Een rot ding is toch ook weer. Ja, ik ben net wakker. Ja, ik kom net uit de douche. Er staan nog wat dingetjes omhoog hier en zo. Dus nou ja, boeit niet. Wat wil ik even vertellen? Nou, ik gebruik TeamViewer op mijn computer. Voor de mensen die het niet weten, TeamViewer is dus een programma waarmee je van afstand je computer kan besturen. En die gebruik ik zodat ik meerdere video's kan renderen. Op school heb ik internet, dus ik kan op school gewoon heel simpel verbinding maken met mijn computer. En dan kan ik dus gewoon een nieuw videobestand inladen en dan kan ik hem gewoon renderen. Wat doet TeamViewer met mijn computer? Die schakelt dan heel eventjes mijn bureau op dat achtergrond uit. Nou, oké, prima. Maar als ik dan de verbinding verbreek met TeamViewer, dan zet hij hem weer aan. Alleen, wat heeft hij de laatste keer gedaan? Hij heeft hem niet weer aangezet. Dus ik heb nu gewoon een leeg bureaublad achtergrond. Als ik in het configuratiescherm kijk, dan zegt hij gewoon van, hey Marcel, je hebt gewoon een bureaublad achtergrond ingesteld. Wat? Dat slaat nergens op. Nou ja, en dat is nog niet eens het enige, want wat er dus ook gebeurd is, is dat mijn signaal van mijn mixer, die komt normaal gesproken, komt hij gewoon goed binnen op de computer, 100%. Alleen, wat er gebeurd is dat hele signaal teruggezet is naar 40%. Welk programma dat gedaan heeft? Geen flauw idee. Ik weet echt niet wat er aan de hand is met mijn computer. Plus, dat wanneer ik Minecraft aan het spelen ben, dat hij af en toe in één keer de muis nog een extra tik geeft. Dat die muis dus gewoon nog één keer een stuk doorgaat. Dat slaat nergens op! Echt, er is iets flink mis met mijn computer, maar ik weet niet wat er mis is. Dus ja, dat is een beetje een probleem. Mochten jullie hier een oplossing voor hebben, wat ik eigenlijk niet denk trouwens, maar mocht je wel een oplossing hebben, laat het alsjeblieft weten in de comments. Ik ben zo benieuwd hierna. Echt, ik baal hier ontzettend van. Ik vind het aan de ene kant vind ik het ook wel grappig, maar aan de andere kant denk ik echt van, kom op computer, waar ben je mee bezig? Dus nou ja, mocht je een oplossing hiervoor hebben, laat het alsjeblieft weten. Want, ja, ik probeer zoveel mogelijk gewoon mijn bureaublad ook mooi te hebben. Zoals jullie misschien zien, ik heb geen enkel bureaublad icoontje. Ik heb alle icoontjes heb ik namelijk uitgezet. Dus ook niet op die andere trouwens, er staat ook niks op. Dus dat heb ik allemaal uitgezet. Alleen ik wil dan wel ook mooie, mooie bureaublad achtergronden hebben. En dat mis ik nu een beetje. Ik kijk nu de hele tijd tegen zo'n zwart ding aan en alle animaties trouwens, alle mooie dingetjes van dat hij dan in één keer zo'n schermpje in plaats van gewoon pam, dus een schermpje, hallo. Dan doet hij normaal gesproken, gaat hij zo van onderen en dan wordt hij weer breder, weet je wel. Dat heeft hij dus ook uitgezet, op een of andere manier. Dus dat heb ik wel weer aan weten te krijgen. Dat is me wel gelukt. Maar dat bureaublad, dat heb ik nog niet terug. Dus dat vind ik een beetje jammer. Dus nou ja, in ieder geval, dan weten jullie dat weer even. Er waren dus ook een paar video's waarin het geluid niet helemaal perfect was. Want dat kwam omdat het geluid met 60% verminderd was. Ik zou echt niet weten waardoor het komt. Echt niet. In ieder geval, ik heb dat nu weer aangepast naar 100%. Ik hoop dat het zo blijft. En dan, ik ben benieuwd jongens. Trouwens, dat is echt heel jammer. Die hele Lego game. Ik neem Lego in meerdere uren op. Ik heb gewoon 1 uur opgenomen nu. En dat was dus ook het signaal was teruggezet naar 40%. Wat? Dat slaat helemaal nergens op. Dus daar is ook iets flink misgegaan. Dus de komende afleveringen van Lego, die zijn dus met een wat slechter geluid. Sorry daarvoor. Dus nou ja, dan wisten jullie het even. Bedankt voor het kijken, druk op dat duimpje omhoog, druk op het knopje abonneren, kan hieronder. En dan, als jullie meer vlogjes willen, laat het trouwens ook weten. Hè? Dan ga ik gewoon meer vloggen, dat beloof ik jullie dan wel. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!